Dit is het spannendste moment natuurlijk. Om te zien of er drie in zit of niet. Nee, ridder. Het is, nou, je bent natuurlijk mooi boeten. En ja, je probeert al die molen wat te vangen. Zodat de boeren mooi kunnen fretten winnen kunnen voor zijn vee. Die mollenbulten die ze mooi zien. Ja, dat komt in het fretten en dat is net de bedoeling. Ja, ik kreeg wat Benny zei, nu, van, ja, ze moet je de hele sjere stikken natuurlijk. De boeren hadden zo'n hekel aan, want ze moet je de hele sjere stikken. Ja, ja, daar zit hij. Iedereen die zei altijd iets aan mij van ja, ja. Benny en dit en dat. Ja. Ik heb hem al zelf nooit ontmoeten, maar ja. Ik ben niet mooi, ben ik 30 geworden. Oké. Ja. Want een mollenvangers bent toch meestal wat ouder man, had ik het idee, of net? Klopt. Er is eigenlijk maar zeer weinig jeugd die dit doet. En ja, mollenvangen zie je een ding, maar goed mollenvangen, dat is ik nog een tweede ding. Dan ken eigenlijk maar een handjevol echt goede mollenvangers. Ja. Wat is dat dan, een goede mollenvanger? Iemand die gewoon een groter gebied eigenlijk aardig molskin horen kan. Ja. Natuurlijk, en die laatste mol die zal je nooit vangen. Want dat lukt gewoon net. Want elke dag is wel naar iedereen hebben van een man in het veld. Maar het houdt hier wel aan het werk. Hoe word je mollenvanger? Ja, nou, hoe het bij mij begon is, wij hier achter het hok in mijn mol zetten. Toen ik als liet jonkje zijnde en toen ben ik, toen ik mijn huid hebben een klem kocht. En we die klem zetten en verdampt van daar zie je er een mal in. Nou ja, en dat was natuurlijk wel heel, heel bijzonder. En toen, een paar weken later, toen zie je er weer een mal en toen heb ik het zelf geprobeerd. En in een of twee dagen later, toen hie ik de mal ik van. Nou ja, en dan had je bijvoorbeeld op Gasfield, daar zit nog eens een mol, die ging je vangen en zo. Nou, en toen vervolgens ben ik bij een baarman, Jan Jonkman. Daar ben ik begonnen te mollen vangen toen hij nog boer was. Volgens mij was ik een jaar als 14, 15. En dan dienen we gewoon, hij kocht 15 mollenklemmen. En dan vond ik bijvoorbeeld de trein of jouw man en dan wie in je mollenklem van mij. Nou, en zo ging ik eerst gewoon te vangen dat ik die klem dan van mij win en dan ging ik mooi verder. Ja, want hoe vaak ben je nou nog dwaand als mollenvanger dan? Nou, eigenlijk bijna elke dag wel. Ja, maar, ja. Maar het is net echt in werk? Nee, het is nu de haren hobby. Ja. Ja, want wat doe je voor werk dan? Ik denk gewoon voor mezelf. Ik verhuur me om alles en al wat te dwaan. Ja. Ja. Maar ben je in het weekend en ik nog dwaande? Ja. 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 En dat vinden ze thuis leuk, de vriendinnen? Ja, het moet. Die man die erin ik trof, wie kan is. Dus, ja.